video. Sinterklaas en Kerst staan alweer bijna voor de deur. En we kunnen niet gaan ontkennen dat dat voor ons een hele dure periode is. Waarbij we de rest van de maand een beetje moeten gaan letten op de kleintjes. Nou wil ik een leuke avond organiseren voor mijn vriendinnen en daar niet al te veel geld voor uitgeven. Nou kun je er natuurlijk voor kiezen om bijvoorbeeld uit te gaan, een bepaald budget af te spreken met jezelf, bijvoorbeeld 20 euro, en dat je de rest van je portemonnee thuis laat, zodat je ook niet in de verleiding komt om meer geld uit te geven dan dat je hebt. Ook kun je bijvoorbeeld een keer samen met je vriendin naar een musical toe gaan. Als je student bent, heb ik daar namelijk een hele goede tip voor. Op vertoning voor je studentenpas kun je bij verschillende theaters in Nederland voor 50% korting en soms wel meer een kaartje scoren aan de deur. En je ziet misschien heel Facebook vol staan met vrienden die naar leuke clubs gaan of naar festivals. En dat ziet er allemaal wel heel gezellig uit. Maar wie zegt dat het thuis niet net zo gezellig kan zijn? Je kunt natuurlijk met je vriendinnen afspreken dat iedereen iets lekkers meeneemt, iets te drinken meeneemt en daar een hele gezellige avond van organiseren. Of denk misschien eens aan een kledingruil. Dat iedereen eens in zijn kledingkast gaat kijken welke kleding ze nooit meer draagt, dat op een hoopje gooit en meeneemt naar bijvoorbeeld jouw huis. En dat jullie met z'n allen gaan bekijken of daar misschien wel leuke kleding tussen zit. En dat jullie dat kunnen gaan ruilen zonder dat daar geld bij komt kijken. Want zo heb jij een leuk kledingstuk en misschien wel een van je vriendinnen. Je zou natuurlijk ook zelf thuis een high wine of een high tea kunnen organiseren. Iets leuks doen met je vriendinnen hoeft allemaal echt niet heel veel geld te kosten. En daarom heb ik in samenwerking met ING een idee voor jullie hoe je een leuke avond kunt organiseren met je vriendinnen. En omdat ik het leuk vind om het allemaal wel zelf te organiseren, ga ik laten zien hoe je het ook kunt doen. Want voor gezelligheid hoef je echt niet altijd de deur uit en absoluut niet veel geld uit te geven. Ik neem 20 euro mee op pad en ga kijken of ik daar een geslaagde avond van kan maken. Let's go! Nou, het is lekker regenachtig weer, dus een perfecte avond om lekker met je vriendinnen in huis te zitten en gewoon een gezellige avond ervan te maken. Ik heb 20 euro mee op pad genomen en van die 20 euro wil ik dus een geslaagde meidenavond kunnen organiseren. Het allereerste wat ik heb gehaald zijn speelkaarten, want je vergist je echt hoe leuk je avond kan zijn met speelkaarten. Je hebt zoveel verschillende manieren hoe je op spelletjes kunt spelen, dus deze wou ik zeker even meenemen en die ga ik nu meteen afrekenen. Oké, ik heb nog 17 euro over en hiermee ga ik nu naar de Xenos. Let's go! Oké, bij de Xenos kon ik niet echt spulletjes vinden voor vanavond. Dus ik ga op naar de Action en naar de supermarkt. En dan hoop ik dat ik daar wel een beetje wat meer kan slagen. En als ik een goede tip mag geven over geurkaarsen, dan zeker altijd even bij de Action kijken. Want hier heb je al een Airwick geurkaars voor 1,79 euro. Deze geur ruikt heerlijk naar appel en kaneel, dus deze neem ik ook zeker mee. Hier, en moet je kijken wat een leuke kaarsenhoudertjes. 59 cent. Het hoeft allemaal helemaal niet duur te zijn om leuke spullen te hebben. En ik wil vanavond cakejes gaan bakken om dat gezellig op tafel te zetten. En daarvoor heb ik cakevormpjes nodig en deze kosten 55 cent. En om de kaarsjes aan te steken score ik ook een leuke aansteker en deze kost 95 cent. En hier staat een mega leuk schaaltje die ik kan gebruiken voor chips. Maar 1,50 euro vind ik net wat te duur. En toen ging ik kijken bij de plastic dingen. En nu zie ik hier een bakje voor 69 cent. Score. Dus die neem ik ook zeker mee. Wat tegenwoordig ook leuk is om te doen, is om van die stokjes in je warme melk te doen. En dan krijg je dan warme chocolademelk van. Deze kost 79 cent en ik neem hier twee stuks mee. Dus eigenlijk vier stokjes. En dan heb je helemaal een lekkere warme avond voor bij het weer. Oké, bij de Action ben ik nu klaar. Ik heb nu alles wel gehaald en nu ga ik op naar de supermarkt. Maar ik ga dit natuurlijk eerst nog eventjes afrekenen. Oké, alle sfeerbenodigdheden heb ik. Dat was 5,20 euro wat ik moest afrekenen. Ik heb nog ruim 10 euro over. En daar ga ik nu boodschappen doen. En ik denk te voorspellen dat ik zelfs nog geld over ga houden aan deze shoppingtijd. Hoe je het ook wil noemen. Ik koop een pak halfvolle melk van het huismerk Oké. En dat kost, even kijken, 55 cent.
Heel vaak denk ik altijd dat houdbare melk goedkoper is, maar dat is dus niet altijd waar. Verse melk is goedkoper dan houdbare melk. En ik ga natuurlijk heel veel slagroom pakken, want we gaan natuurlijk vanavond warme chocomel drinken met slagroom. Even kijken wat daar de goedkoopste optie van is. Dan kun je zelf slagroom kloppen, maar ik heb dus geen klopapparaat, dus ik koop toch een spuitbus. En dan koop ik geklopte slagroom voor 1,13 euro van Melkam. Dit is op dit moment de goedkoopste keuze. Ja, dus ik neem deze mee. Nu sta ik bij de bakmixen en ik wil graag muffins gaan maken vanavond. Nu is het over het algemeen altijd goedkoper om zelf je hele mix samen te gaan stellen. Tenzij je voor zo'n pakket gaat. Dit is dan een muffinpakket en daar hierbij hoef je alleen nog maar water toe te voegen. En in deze muffinpakket zitten ook nog eens een keer chocoladedruppels, wat extra leuk is natuurlijk. Hij kost 1,59 euro en is ook nog eens een keer in de actie, dus deze neem ik ook mee. Want dan ben ik uiteindelijk toch goedkoper uit om het met het pak te doen dan dat ik het zelf ga maken. Wat ook nog een tip is, muffins zijn 9 van de 10 keer eigenlijk gewoon cake. Dus je kunt ook nog gewoon een pak cake kopen. En daar zeg maar zelf in die muffin dingetjes doen en alleen heel veel temperatuur wat aanpassen. Even kijken wat daar de goedkoopste optie van is. Complete halfvolle cake, die zijn ook ongeveer. Hier heb je een mix voor boerencake. En die kost 79 cent. Zou ik die meenemen? Die is ook van Homemade. Of een roomboterkake, die kost 1,99 euro. En voor van 81 cent heb je een kruidcake. Ik neem toch die muffins mee, omdat dat een echte muffin bakmix is en hij is in de aanbieding. En aangezien ik toch nog geld overhoud, kan ik dan wel weer ergens anders voor investeren. En er zitten chocoladestukjes bij, dus dat is wel extra leuk. Dan neem ik die mee. Kijk, en de cakevormpjes hier kosten 1,75 euro. En ik heb ze voor een paar cent gehaald bij de Action. Dat is een goede tip. Als ik drinken moet halen voor mijn visite, haal ik eigenlijk altijd cola. Want cola vindt iedereen altijd lekker. En dan neem ik gewoon de allergoedkoopste. Want het schijnt dus zo heel erg, proef je dat verschil helemaal niet. Deze cola kost 48 cent. Dus ik neem een fles cola mee. Je moet altijd wel rekening houden met het feit dat er nog statiegeld bij komt. En nog een tip. De goedkopere dingen liggen meestal altijd of helemaal bovenin of helemaal onderin. Omdat je daar dan meer moeite voor moet doen om ze te pakken. Maar als je geld moet besparen is dat zeker een goede tip om op te letten. En ik neem een lekkere zak chips mee voor 89 cent om op tafel te zetten. En dan denk ik dat zo onze buikjes wel goed gevuld zullen zijn voor vanavond. Dus ik ga afrekenen. En ik heb over 6,75 euro. En met 20 euro ging de deur uit. Hier achter me staan alle spullen. Wat heb ik nou precies gekocht? En wat ga ik nou precies maken? Ik heb gekocht een zak cheese onion om in dit pakje te doen. Dan heb ik een geurkaars gekocht voor er gezellig bij te zitten. Deze steek ik aan met deze aansteker. Ik heb slagroom gekocht voor op de warme chocolademelk. Met melk natuurlijk. Ik heb cola gekocht voor daarna. Ik ga lekker muffins maken. Dit kun je ook samen met je vriendinnen doen. Ik ga het maken zodat het al op tafel staat straks. Ik heb een pakje kaarten gekocht om de avond mee te beginnen. Ik heb muffinvormpjes gekocht bij de Action. En nog een pakje warme chocolademelk. En je hoeft natuurlijk echt niet de hele avond te gaan kaarten. En als je dat helemaal niet leuk vindt, dan ben ik ook niet degene die jou gaat verplichten om dat te doen. Wat je ook kan doen is in plaats van bijvoorbeeld naar de bioscoop gaan, een avondje te gaan Netflixen. Eén van je vriendinnen heeft vast wel een Netflix account. En anders mag je misschien wel gebruik maken van iemand die je kent. Dan kun je gewoon een avondje gaan Netflixen. Kun je alsnog een hele leuke film gaan kijken. Er zijn zoveel verschillende mogelijkheden om zo goedkoop mogelijk een leuke avond te organiseren. Wat dacht je van doen, durven of de waarheid? Allemaal vragen aan elkaar gaan stellen of wie ben ik? Of noem maar op. Er zijn heel veel mogelijkheden. Ik heb vandaag gekozen voor kaarten. En ik ga nu eerst beginnen met de muffins te maken en de tafel te versieren. Thank you.
Ik had het trouwens nog voordeliger kunnen doen, want in het pak van de muffins zaten namelijk ook al cupcake vormpjes. Dus die had ik eigenlijk niet hoeven kopen, dus ik was dan nog 59 cent goedkoper uit geweest. Mocht je afvragen, goh Jill, wat heb jij gedaan? Ik was het deeg aan het snoepen en toen knoeide ik. Lekker handig. Nog 17 minuutjes moeten ze in de oven en ik heb de tafel al bijna helemaal afgedekt. En dan kan het feestje gaan beginnen. En dan is dit het uiteindelijke resultaat. Lekker een potje kaarten met mijn vrienden. En lekkere muffins en chipjes. En warme chocolademelk met slagroom. Dan is dit mijn uiteindelijke resultaat van een budget. Leuke, goedkope avond met vriendinnen. Er komt hier nu een hele grote button in beeld. Hashtag MoneyWise. Als je op deze button klikt, dan ga je naar een afspeellijst waar nog veel meer YouTubers je budget tips gaan geven. Het is zeker even de moeite waard om daarop te klikken, want er zijn nog veel meer leuke video's gemaakt. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Geef een like als je deze video leuk vond. Vergeet niet om mij te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel graag weer. Tot de volgende video.